In de week van kerst neem ik u 4 dagen achter elkaar mee terug in de tijd. Ik ga op reis naar de geboortegrond van Jezus. Wie was hij als mens? Die vraag fascineert mij. Ik stel me zo voor dat Jezus als man en als kind ook in dit soort bergen kwam. Dat schept al een band. We delen dezelfde geboortegrond. Mijn wieg stond precies tussen Nazareth en Bethlehem. Vlak bij de plek waar zijn kribbe stond. Dichter bij Jezus kom je niet, zou je denken. Toch ga ik een poging wagen, want veel dingen zijn een mysterie voor mij. Zag Jezus er bijvoorbeeld net zo uit als ik? Leek zijn jeugd op de mijne? Waar hield hij van? Wat dreef hem? En hoe waren zijn laatste dagen op aarde? Ik ga proberen zo dicht mogelijk bij die historische Jezus te komen. Hem aan te raken. In mijn zoektocht word ik geholpen door archeologen en historici. Dus de kans is groot dat Jezus van Nazareth analfabeet was? Aan het begin lijkt me dat niet onwaarschijnlijk, ja. So if we're going to look for someone who looks like Jesus, we look to Iraqi Jews of today. Now I'm assessing you to think whether or not you could be Jesus. Klopt natuurlijk geen barst van. Ik denk dat je Leonardo gewoon de scène naar zijn eigen tijd had willen halen. The story is too coherent to be just a fiction. Wie was die man die zo'n grote invloed heeft gehad op de wereldgeschiedenis? Het is allemaal exotischer dan je je realiseert in Nederland. Dat verhaal van Jezus, die figuur van Jezus, zou voor ons dus eigenlijk onbegrijpelijk zijn geweest.